wat een leuke plek. Ja, vind ik zelf ook. We zien hier al als dukker door de straat gereden. Ja. En toen zeiden we eerst keer tegen elkaar van wat een leuk streutje. Super rustig. Ja, maar dat zeggen heel veel mensen die woonachtig in Brunsum zijn. Die zeggen dat ook. Die zijn allemaal jaloers op dit straatje. Ja, jaloers is een beetje moeilijk. Woord, dat geloof ik niet. Nee, veel mensen zouden het wel leuk vinden om hier te wonen. Dat geloof ik wel. Maar mevrouw De Wit, u bent niet alleen van wit, u bent van veel meer kleuren, hè? Ja, ik hou van kleur. Dat is nog in... Is nog in wording. Rudy, moet je even een paar pasjes zetten? Hoezo? Alles wat we zien, ja, heeft u zelf gemaakt? Ja. Ook dat grote beeld hier, ja, om de hoek? Ja. De beste van de straat daar. De pissen van de stroom af. Nou, ja, niet? Ik vind het zo leuk. Ja? Ja. Ja, vind ik zelf ook. Het is een beetje... het duidt me een beetje denken aan Winston Churchill. Ja, daar kun je er wel alles van bedenken, hè? Oh, het is niet... Nee, zomaar wat. En waarom staat de man met zijn bolle hoedje en zijn als huntje? Als wachter. Als wachter voor mijn voordeur. Kijk. En werkt het? Nee. Er belt nooit iemand aan? Oh ja, geregeld kreeg ik bezoek. Hé, hey, en kloven voor de vakantie? Nee, we zijn net terug. Oh. We zijn net uit Frankrijk, maar die hele maand september gaan we weer naar Frankrijk. Frankrijk, dat is eigenlijk mijn land. Ook vreselijk veel van. En waarom is dat? Ja, francofiel. Heb ik van mijn ouders meegekregen. Die hielden ook heel erg van Frankrijk. Dus de vakanties vroeger, die gingen altijd naar Frankrijk? Nou, we zijn nu drie keer in Nederland geweest. En ik heb er helemaal niks mee. Ik heb er helemaal niks mee met Nederland. Nee, boven Venlo, dan vind ik het al hoog genoeg. Oké. Okay. Ja. Venlo is nog leuk, hè? Ja, ja, zeker. Hey, maar ik zie er ook nog niet uit, hè? Och. Ja. Ik kom maar eens achterom kijken. Nou, wij hadden die enorm leuke dame die daar zo relaxed op een bankje zit. Die hadden wij al gezien. Oh, die daar. Ja, kijk nou toch. Ja. Ja, ja. En hoeveel jaar... Meer dan 40 jaar. 40 jaar? Boetseriger, ja. Ja. Ja, met veel plezier, hè. En de dame die daar zo lekker, relaxed... misschien ook wel een beetje frivol als ik naar de voetjes kijk. Ja. Op dat tafeltje zit. Ja. Wie is dat? Zomaar iemand. De beelden hebben geen diepere betekenis? Nee. Ik heb zelf een hoop diepe betekenis over van alles, maar die beelden niet. Nee, gewoon. Ja, die drie kinderen, dat zijn symbolisch mijn kinderen. Maar dat is, die staan ook al, 20, 25 jaar daar. Dus dat zijn ze... Symbolisch. Symbolisch? Ja, Etienne, Yvette en Julien. Ja. Etienne, Yvette en? Julien. Julien? Ja. Door Jules. Door Jules. Ja. Maar ook Franse namen dus. Ja, ja, ja. Maar waarom, mag ik je zeggen? Jazeker. Waarom heb je niks met Nederland? Ja, ik woon er en ik zou bijvoorbeeld nooit in Duitsland willen wonen. Ik zou ook nooit in boven de rivieren willen wonen. Dat heb ik niet. Nee, ik was gisteren nog in Meppel, maar totaal. Totaal ander slag mensen. Ja, echt wel. Dat is een groot verschil. En je mag niet de mensen disqualificeren qua afkomst, maar nee, daar heb ik niks mee. Ja, dat mag, hè. Maar tuurlijk wat mag ben dat. Ik eigenlijk hier allemaal aan het vertellen? Nee, maar tuurlijk mag dat. nou ja, ik hoop toch, ja, dat je gewoon jezelf bent in dit gesprek. Ja, gelukkig dat wel. Dat is het belang. Ja, nee. Ja, gelukkig wel. Want hoeveel mensen gaan niet door het leven met een masker voor? Of doen ze het voor als iemand... Dat prik je zo doorheen.
Ja. Tenminste, dat heb ik heel sterk. Het klinkt misschien arrogant, hè. Maar ik heb dat heel snel in de gaten als mensen niet echt zijn. Dat vind ik ja, niet prettig. Ben nou jezelf, scheve schaatsrijden, verbaal of zo, is niet erg. Maar ben wel, blijf wel jezelf. Ja. En doe je niet, weet ik, hoeten voor of blijf jezelf. En ga je niet mooier voordoen dan dat je bent. Is dat niet de lichtste manier van leven? Ja, ja. Gewoon jezelf zijn? Ja, ja, sowieso. Of ze je nou aardig vinden of niet? Maanden kom ik om de hoek. Dan zeg ik wel. Iedereen die op de wereld rondhuppelt, ja, we willen allemaal aardig gevonden worden. Want mensen die zeggen van, oh, ik heb lak aan iedereen van ik lief. Ja, ik denk, je moet je wel moeite doen. En ik vind wel onze opdracht in het leven om aardig te zijn voor een ander. Dat vind ik echt, oprecht. Dat moet de intentie zijn. Nou hebben we elkaar misschien 5, 6 minuten gesproken. Ik heb toch al 2 mooie wijsheden. Hoe simpel ze ook zijn, ja, maar dat uit is, jouw mond ja, opgetekend. Dat is toch zo? Ja, maar het mag best benoemd worden. Ja, vind ik ook. Er valt me nog iets op. Het geloof. Ja? Ik zie daar een pater. Och. Ik zie daar een bisschop. Ja. Daar zie ik nog een, volgens mij. Nee, nee. Oh nee, dat is een Oost-Duitse zwemster. Een Oost-Duitse zwemster. Ik dacht even dat het zo'n dingetje was. Nee, 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 nee. Oh, ik heb nog een ding. Hier staat binnen. Kom eens kijken. Maar jullie gaan niet zeggen welke straat, hè? Nee. Of kom maar binnen. Als jij dat niet wil. Nee. Waar gaan we nu naartoe? Schattig caravannetje, hè? Ja, dat vindt onze Frank vindt dat leuk. Schilderspaletje. Hier staat ook nog een. Die vind ik zelf heel grappig. Wacht, dan moeten we. Ja, maak maar open. Zo, dan kan ik. Och. En Rudy, die is echt de moeite waard. Ik kom eraan. En wie is dat? Ja, gewoon maar. Nee, gewoon een pastoor. En ik heb daar maar zo'n kolotje opgezet. Ik moet zeggen, jij maakt wel hele leuke dingen, hoor. Dat heb ik pas. Dat is pas klaar, deze. Hier. Deze. Maar dan moet je. Ja, wie zit, zijn allemaal dingen. Je moet ervan houden, hè. Ja. Nee, maar ook dat heb je ook weer. Zo, ja, vind ik. Dat is ook weer. Die staan ook al 6 jaar hier. Die is al heel lang. Heel frivol, met de grote schoentjes in de hand. Ja. Ja. Ja, ja. En die vind ik ook leuk. Ja, inderdaad. Met die kippen. Dat zou de boerin kunnen zijn. Ja, dat is er een. Ja, nee. Een ander die niks met kippen heeft, die durft niet kippen vast te houden. Wat? Onderweg met de kippen. Ja, dat heeft geen naam. Mag iedereen zelf invullen. En de zwemclub? Ja. Ja, die is ook wel leuk, hè? Hoe kom je erop? Huh? Nou, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, die heb ik nageschilderd van een schilderes uit Frankrijk. Dus dat is niet eigen inspiratie. Les poissons, saison d'hiver. Ja. Het winterseizoen. Ja. Ja. Het zwemclubje in de winter. Ja. Ik ga er dan vanuit dat het binnen is. Ja, lijkt mij ook. Maar over. Het ging toch over een heilige, hè? Of een paters enzovoort. Nou, hier. Hier staat er een op de grond. Wat voor ding is echt? Dit is gewoon een museum. Hè? Dit huis. Wacht, ik heb wat opstaan, dat stinkt.
een leuke plek. Ja? Ja. Ik vind het ook. Ja. Oh, zo lekker no-nonsense, hè? Ja, maar dat is toch ook zo? Ja. Ik ben een amateur en ik heb niet... Sommige mensen noemen zich kunstenaar. Ja. Alsjeblieft, doe normaal. Ja, dat heb ik wel. En jouw wederhelft? Ja. Wat vindt die ervan? Ja, die vindt het wel aardig. Ja. Ja, maar het valt hem niet eens op. Want ik had dat net, ik had dat vrijdag hier staan. Nee, die ziet dat helemaal niet.